Ik ben Gerine Lodder en ik ben onderzoeker aan Tilburg University. En daar doe ik onderzoek naar sociale relaties. En dan vooral eenzaamheid bij jongeren. Ik ga jullie iets vertellen over eenzaamheid. En als je dat woord hoort, eenzaamheid, dan denk je misschien wel vooral aan oudere mensen. Maar wist je dat ook jonge mensen eenzaam kunnen zijn? Ook kinderen kunnen eenzaam zijn. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn. Als je eenzaam bent, dan heb je een negatief gevoel, dus dan voel je je vervelend, bij dat je minder of minder goede relaties met andere mensen hebt dan wat je zou willen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je heel erg mist om een beste vriend of vriendin te hebben waar je goed mee kan praten. Maar het kan ook zijn dat je een groepje kinderen mist om leuke dingen mee te doen. Als iemand zegt dat hij eenzaam is, dan weet je dus eigenlijk nog niet precies wat diegene eigenlijk mist. En er zijn ook veel verschillende redenen waarom mensen eenzaam kunnen worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je eenzaam bent omdat het niet zo goed lukt om aansluiting te vinden bij de mensen om je heen. Misschien word je bijvoorbeeld wel gepest of heb je een ziekte waardoor je veel minder naar school kan. Het kan ook zijn dat je moeite hebt met sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden betekent dat je het makkelijk vindt om met anderen te praten en bijvoorbeeld om ze uit te nodigen om te gaan spelen. Als je dat juist moeilijk vindt, kun je daar eenzaam van worden. De laatste reden waarom sommige kinderen eenzaam zijn, is dat ze veel negatieve gedachten hebben. Ze denken negatief over zichzelf, maar ook over anderen. En als ze iets nieuws gaan doen, dan verwachten ze eigenlijk al dat het slecht zal gaan. Dus er zijn verschillende redenen waarom je eenzaam kunt worden. Het is heel normaal als je soms eenzaam bent. Bijvoorbeeld als je naar een nieuwe klas gaat of naar een nieuwe school gaat, of als je net verhuisd bent, dan zijn heel veel kinderen eenzaam. Daar hoef je dus ook niet voor te schamen. Het is iets erger als je juist heel lang eenzaam bent. Dan kan het slecht zijn voor hoe het met je gaat in je hoofd, maar ook hoe het gaat met je lijf en op school. Als dat voor jou zo is, dan is het belangrijk om daar met iemand over te praten. Bijvoorbeeld met je vader of moeder of met de meester of juf op school. Die kunnen jou helpen om een oplossing te proberen te vinden voor je eenzaamheid. En gelukkig weten we uit onderzoek dat er best veel dingen zijn die kunnen helpen als je eenzaam bent. Dus schaam je er niet voor, maar ga er vooral over praten. Zo, nu weet je meer over mijn onderzoek naar eenzaamheid. Ik hoop dat je het leuk vond. Dag!